NTR. It's a new generation, telling it the way they feel. New generation. It's a new generation, screaming it loud and clear. New generation. It's a new generation, they really know what time it is. New generation. It's a new generation, hear me when I say. New generation. Muziek is in de eerste plaats communicatie. Ik vind het ongelooflijk gaaf hoe je met muziek een abstracte taal in handen hebt met elkaar waarmee je kan communiceren. Je kan met subtiele energie iets bouwen. En dat vind ik geweldig. Ik ben een heel auditief ingesteld mens, merk ik. Dus voor mij is muziek ook een manier om me te verhouden tot de wereld. Ik vind mezelf niet bijzonder wel bespraakt. Ik vind soms sociale situaties ingewikkeld, zeker met veel mensen. Soms dan denk ik iets en volgens mij voel ik nu heel duidelijk een soort contouren van iets, maar ik kan het met geen mogelijkheid in woorden vatten. Ik kan het niet in stukjes breken en er van elk stukje een woord plakken en dan zeggen, nou, het is dit en dit en dit, maar dan zo en zo. En voor mij is muziek een manier waarop ik dat kan doen. En ik heb me ook wel gerealiseerd dat als ik muziek maak, dat ik altijd toch op zoek ben naar een soort magie. Dat moment dat het je verstand te boven gaat. Ik woon in Berlijn sinds een jaar ongeveer. Eigenlijk de aanleiding daarvoor was dat ik 3 jaar geleden mijn vriendin ontmoet heb. En zij woont in Berlijn, ze is Duitse, ze speelt altviool. En dat gaat supergoed, dat is heel fijn. En ook omdat die stad heel interessant is, omdat er heel veel muzici zijn, omdat er heel veel interessante muziek gemaakt wordt. En omdat ik ook wel toe was aan een plek waar ik weer mezelf een beetje opnieuw kon uitvinden. Misschien een beetje weer moest bewijzen. We zijn nu in mijn moeders huis. Ik heb hier gewoond sinds ik 6 was. En als ik vanuit Berlijn hier naartoe kom, dan slaap ik meestal hier. Alsjeblieft. Ik heb eigenlijk altijd al veel geïmproviseerd. Ik speelde altijd om mijn oren dingen die ik mooi vond. Buiten de les of gewoon thuis. De tweede of derde les dat ik kwam, ik kreeg van de fanfare zo'n oud boekje uit de jaren, nou, dat zijn de jaren 60 of zo. Met allemaal droge technische oefeningen om hoorn te leren spelen. Dan was ik dan 8 of zo. En dan stond op de eerste les of tweede les, stond er dan altijd is Kortjakje ziek. Ik kon nauwelijks ook noten lezen. Maar ik dacht, oh ja, want het is Kortjakje, oh, dat kan ik wel. Dus toen ging ik dat uitzoeken. Heb ik heel trots het laten horen op de les. En toen zei mijn leraar, oh ja, nee, maar daar zijn we nog niet. dus deed ik al niet wat er van me verwacht werd. Dat is een soort constante in mijn leven. Nee, dus improvisatie was er altijd bij. En ik heb altijd ook liedjes te veranderen, omdat ik het dan anders mooier vond. Het is alleen dat ik later ontdekte dat er een soort vorm voor was. En dat ik die jazztraditie ben gaan leren kennen en waarderen. Er is eigenlijk geen traditie voor de hoorn in de jazz. Dus de hoornisten die echt, echt toffe, interessante dingen maken op jazzgebied, op improvisatiegebied. Ja, het zijn nu 10 of zo, 20 misschien.
Dus en er was ook niemand die dat op het conservatorium aan mij kon doseren. Er was geen hornist die improvisatie aan mij kon geven. Ik kreeg dan improvisatie bij de saxofoonafdeling en dan hoorntechniek bij de klassieke afdeling. Ik kon prima van een jazzsaxofonist les hebben. Het was soms een beetje lastig, want toen dacht ik, ja, maar dit is gewoon voor mij heel moeilijk. Dat was dan op een saxofoon heel makkelijk. En dan moest ik dat dan zelf uitzoeken hoe ik dat dan wilde doen. Dus ik weet niet, ik heb daardoor ook nooit, ik heb nooit echt een direct voorbeeld gehad zo van die persoon, zo wil ik spelen, 100%. Dus ik had altijd trompetisten waar ik naar luisterde, de saxofonisten waar ik naar luisterde, pianisten en hornisten ook. En daar heb ik altijd een soort eigen mengsel van moeten maken. En dat is misschien ook wel goed ook. En daarnaast kwam ik erachter, ik moet zelf gewoon dingen spelen die goed klinken op de hoorn. En dat refereert dan toch vaker aan de klassieke traditie, want dat is het geluid dat ik ken op de hoorn. Dat is de reden dat ik het instrument heb gekozen. Voor mij is die vermenging van verschillende idiomen eigenlijk ook een soort noodzaak bijna. Anders moet je gewoon trompet gaan spelen of trombone. Volgens mij hoorde ik Morris voor het eerst in Edam op een festivaletje. In een heel mooi oud kerkje. En toen vond ik het al meteen zo overtuigend. En ook dan stel je de vraag helemaal niet, wat doet die hoorn in de jazz en geïmproviseerde muziek? Nee. Hij speelt gewoon goed. Mooie klank, goede stukken, goede ideeën. En dat vind ik tot op de dag van vandaag. Oene speelt natuurlijk altviool. Dus hij heeft met zijn instrument eigenlijk dezelfde positie als ik. Een instrument uit de klassieke muziek dat niet zo gebruikelijk is in de jazz. Dus voor mij was dat altijd tof om te zien. Want hij is natuurlijk een stuk verder en hij was altijd al verder in het ontwikkelen van zijn eigen taal. In waar hij speelde, hoe hij dat deed, in het componeren. Dus het was voor mij wel belangrijk om te zien zo van, oh ja, maar kan ik hier wel iets zinvols mee doen, zit ik me niet gewoon aan te stellen, weet je. Dat kan je je soms afvragen. En dan is het heel gaaf om te zien dat er iemand is die zo compromisseloos zijn eigen pad gaat. Zeker als je jong bent en je weet het allemaal even niet meer. Om dan te zien, oh ja, maar dus, ik ben niet de enige, weet je. Er zijn meer mensen die dat doen en die dat op een heel hoog niveau doen. En dus het kan, als ik maar hard genoeg werk, zeg maar. Altijd als klein jongetje was ik al eigen liedjes aan het verzinnen en aan het variëren. En dan zijn mijn klassieke leraar. Nou, het is leuk, maar het staat er niet. Dus denk, en ja, en op een gegeven moment begon ik ook zelf eigen stukjes te maken. En dus dat bij elkaar opgeteld, ja, wilde ik gewoon meer doen dan puur spelen wat op blad staat. Hoe mooi dat ook kan zijn. Ik vind het gewoon heel leuk om in het moment te creëren. Zo simpel eigenlijk. Het puzzelen, dat bepaalde ingewikkelde schema's of ritmische structuren, vond ik ook heel leuk in mijn studententijd om daarin te duiken en gewoon mijn weg in te leren vinden. Ik heb mijn allerbeste vriend eigenlijk meegenomen, Remco Menti. Geweldige drummer. Ik heb Miri Lee meegenomen toen ik haar voor het eerst zag dansen in het Bimhuis. Werd ik helemaal meegenomen door haar concentratie. En toen dacht ik, met haar wil ik absoluut dolgraag samenwerken. Wat hebben jullie afgesproken voor dit concert? Niets. Daar heb ik niets aan toe te voegen. maar hoe gaat het dan? Goed luisteren. En goed reageren. Ja, en goed kijken. Het is bijna alsof je een soort open discussie ziet. Je bent met elkaar in conversatie, maar dan muzikaal. Dus je gaat niet naar een speech luisteren, maar naar een gesprek.
Hey, Boris. Hoe is het? Erik? Hoe is het? Chris Kort. Hé? Lang niet gezien? Nee. Even kijken, jij kwam een beetje voor dempers, geloof ik, hè? Ja. Zal ik eens even pakken, hè? En zijn er dan gewone normale dempers of stopdempertjes of... Ik heb ook nog zo'n... zo'n Herbert Fritz, hoe heet zo'n ding? Softone. Misschien ook wel handig als klankje, ik weet niet. Of dit. Okay. Ken je die dingen? Het is een hele lange buis, in ieder geval een metertje of 3, geloof ik. En de diameter van, van de mondpijp is heel smal. Een trompet is breder dan dit. Dus wat je eigenlijk hebt, is dat je met een heel klein mondstukje, dit is het mondstuk, door een hele dunne buis een hele lange, relatief lage toon speelt. Daardoor is het moeilijk te besturen. Een trombone is een stuk breder en dan heb je gewoon meer bewegingsruimte. En met een hoorn is het altijd toch een beetje zo... zo. Door zo'n hele lange gang proberen het einde te raken, zeg maar. Maar omdat het zo'n dunne buis is, omdat je meer weerstand hebt, speel je eigenlijk best wel hoog. Naar verhouding van hoe lang die buis is. En daardoor krijgt het een bepaalde zangerige boventonen-karakteristiek. Met je lippen maak je een toon. Dat is voor alle koperblaasinstrumenten hetzelfde. Dat is voor een trompet, een trombone en een tuba ook zo. Dus je doet... Je gebruikt je lippen als een soort riet of als een soort stembanden eigenlijk. En dat wordt dan opgevangen door het mondstuk en versterkt door die buis. Het heeft een soort mystieke kwaliteit voor mij. En tegelijkertijd kan het ook heel erg uithalen. Dat is een beetje dat jachthoorngevoel. Zo. Kan heel erg de kracht geven, wat ik heel gaaf vind. Een soort compacte, agressieve klank. En tegelijkertijd kan het dus heel zacht en melancholisch en romantisch zijn. Die combinatie, denk ik, is het voor mij. Maurice is een hele vreemde eend in de bijt. Hij is eigenlijk constant met kleur bezig. Het is een soort schilder. Hoe gekker, hoe beter. En hij lette bijvoorbeeld op of hij een binding kan maken met heel veel puin ertussen, zeg maar. Dus zoiets bijvoorbeeld. Terwijl een klassieke hoorn is, dan moet een binding heel mooi zijn. En hij... Ik vind het echt zo'n gaaf ding. Ja, er is een heel ander gebeuren. Hè? Is heel raar. Die dingen zijn nog van voor dat ijzeren gordijnen nog was, zeg maar. Ja, zo oud zijn de DDR is dat. Ja, echt DDR is dit. Mark Neukirchen. Ja, die worden Herbert Fritz Knopf. Voor de echt hele zachte genre gebruikt, dit soort... Ja, maar ik vind het dus heel leuk om daar heel hard op te spelen. Ja. Wat ik ook heel leuk vind is als je heel zacht speelt, echt op de grens van dat er geen geluid meer uitkomt, dan krijg je een heel ander soort gevoel. Het wordt heel intiem en heel breekbaar. En omdat je hoort natuurlijk het geluid van de adem en van de lippen. Je hoort allemaal ruisdingen en het ontstemt een beetje. Dat vind ik super ontroerend eigenlijk. Maar dat is iets wat je in de klassieke hoorntraditie niet zou doen. Een ander voorbeeld is echt onbehoorlijk hard spelen. Ik weet niet, ik vind het gewoon heel leuk om een verhaal te vertellen op een andere manier dan je misschien zou verwachten. Of puur te genieten van een klank die gewoon... anders is dan je gewend bent of zo.
vind dat hij te gek componeert, schrijft en ook dat hij heel mooi kan mengen in ensembles. Iemand met heel veel kwaliteit die heel allround zijn interesse kan volgen. Hij weet van alles te combineren en als speler vind ik hem daarom echt een verteller. Iemand die een verhaal vertelt, inderdaad zonder tekst of wat dan ook, maar gewoon echt puur muzikaal er gewoon staat. En dat voel ik ook in zijn stukken. Dat zijn verhalen, dat zijn geen theoretische concepten of nadoen van iets, maar dat is gewoon wat hij wil vertellen. En dat vind ik heel sterk. Ik denk helemaal deze jonge generatie die heeft nog meer maling aan dit is het hokje dit is het hokje dat. Dus dat vind ik heel goed. Ja, ik zit eigenlijk altijd op die grensvlakken. Ik zit tussen jazz en klassiek. Ik zit tussen jazz en pop vaak ook. Met Kiteman bijvoorbeeld. Pop en klassiek met Stargaze. Dus het is allemaal grensvlakken. Dat heeft een aantal redenen. Ik vind persoonlijk ook die grensvlakken interessant. Ik vind het heel genre en idioom en hoe dat werkt op die grensvlakken vind ik heel interessant. Er is gewoon heel veel te ontdekken voor mij. Dat is één reden. Andere reden is dat ik gewoon al die werelden heel tof vond. En elk idioom, elk genre is weer een eigen taal. En dat vind ik fascinerend. En al die talen samen, die zijn dan muziek, weet je wel. Dus voor mij, ik voel niet echt grenzen tussen die verschillende disciplines. Tenminste, ik voel voor mezelf geen enkele reden om me aan die grenzen te houden. De vraag is dan wel, ja, wat wil ik zelf dan? Ik heb nu zoveel dingen geprobeerd, maar wat is eigenlijk... Wie ben ik eigenlijk? Dat is wel de vraag natuurlijk, die iedereen zich op een gegeven moment gaat stellen. Ik had toch ook een beetje dat ik dacht, oh ja, maar dat in je eentje is wel echt eng. En dus ik had een soort sluipend gevoel dat ik dat een keer moest gaan doen. Dat ik dat een keer aan moest gaan. En ik heb in april deze hoorn gevonden. En ik ben daar zo blij mee. En ik dacht, oh ja, maar dit is hoe ik wil klinken. Dus dan heb ik nu eigenlijk alles in handen om dat aan te gaan, dat solo ding. Dus misschien moet ik dat dan maar eens gaan doen. Het ding met solo spelen is dat je kan nergens op terugvallen. Je kan alleen op jezelf terugvallen. Dus alles wat je speelt moet jouw verhaal zijn. Er is geen ruimte voor onzekerheid of afwachten. Dus je moet gewoon echt je eigen verhaal vertellen. Dus je moet in heel diepgaand uitzoeken wat is dan je eigen verhaal. En dat is wel iets wat ik nodig vond voor mij nu om te gaan doen. Dus het is ook, ja, het is bijna een soort therapie ook. In dat je wordt echt op jezelf teruggeworpen. En nee, het is natuurlijk eng. Het is fysiek zwaar, dus het dwingt me om mijn spel te ontwikkelen en mijn technisch ook te ontwikkelen. Zelf uitvinden hoe schrijf ik voor solo hoorn. Weet je wel, er is geen begeleiding. Dus er is alleen een hoorn. Ik moet af en toe ademhalen. Dus ik kan niet doorspelen. Nou, dat is al een grens. Er is niet even een pianootje of een gitaartje. Ik heb natuurlijk een beetje met effectpedalen kan ik bepaalde dingen suggereren. Maar ik wil ook niet een loop act worden wat ik zo'n baslijntje inspeel en dan een middenstemmetje. En dan. Daar had ik ook niet zoveel zin in. Dus ik ben nu aan het zoeken hoe kan ik ofwel iets spelen wat zo op zichzelf staat dat er geen begeleiding nodig is.
Ofwel, hoe kan ik een begeleiding suggereren op slimme manieren? Door bijvoorbeeld een lijntje te herhalen en dan ervan weg te gaan, waardoor het in het hoofd van de luisteraar nog een beetje doorzinkt. En dan daarover iets spelen, dan weer terug en dan dat soort spelletjes spelen. Dus daar ben ik nu over na en denk ik, hoe ga ik dat doen? En dat is gewoon knutselen en heel veel doen. En uiteindelijk kom ik vast ergens uit. Ik vind hem gewoon een authentieke stem op zijn instrumenten en ook in de noten die hij schrijft. Een hele mooie symbiose van allerlei invloeden. Soms richting de hip-hop en op een ander moment kwamen Stravinsky-quotes langs. Maar alles smaakvol. Dus volgens mij is hij ook iemand met een hele grote bibliotheek in zijn hoofd. Van, kan hij dat toepassen? Ik kies niet zozeer tussen geïmproviseerde muziek en kamermuziek. Of tussen componeren versus improviseren. Nou, hij doet het gewoon allemaal. Morris. Hey, Jonne. Welkom. Hoe is het? Goed. Ik probeer de laatste tijd, als we improviseren, ook consequent niets te bedenken van tevoren. Dus echt alles te laten afhangen tot dat ene moment dat het begint. En dan heel erg vanuit je fantasie te denken. Wij zijn hier nu samen op deze plek. Het voelt zo. Wat moet er nu klinken? En wat kan ik daar, hoe kan ik daar nu vorm aan geven? Of zo. Bijna heel stom. Wie weet is wel een verwarmingsbuis met een bepaald soort zoom. Op het moment dat je begint het helemaal stil is en je intuned, dat je eerste impuls is waar je op reageert. En gewoon op elkaar. En inderdaad, ik probeer ook dan niet al een heel plan te hebben. Oh, dat zal wel dit worden. En als ik dit doe, dan zal Remco wel dat. Ik denk dat het veel spannender is om inderdaad te proberen zo weinig mogelijk te oordelen. En er zo fris mogelijk in te stappen. Angst, die is er wel. Dat is een van de factoren waar je mee zit als je dit wil gaan doen. Maar het hoeft niet, je hoeft er niet naar te handelen. Je kan die angst gewoon laten bestaan en dan toch doen. Ik zou het veel enger vinden nog als wij bijvoorbeeld besluiten een totaal uitgeschreven Bach-recital samen te gaan spelen. Op. Oh ja, dat zou dat ik tien keer zo eng vinden. Ja, ik ook. Ja, dan denk ik van verdorie, dan kan ik niet op die impuls varen. Met improvisatie, je kan er heel veel over praten en dat is ook interessant, maar je komt op een gegeven moment echt op het moment dat je niet verder komt. En dat is waarom je muziek maakt. Is omdat je met die muziek wel die grens kan overschrijden. Omdat het abstract is. Dat is heerlijk. Dat is heerlijk dat je geen woorden nodig hebt. Dat je niet precies alles hoeft vast te pinnen op dit is dat en dat is dat. Maar dat precies. Het gewoon klank kan zijn en dat een betekenis in zich draagt en dat je daarmee een gesprek kan voeren op een heel andere manier. Thank you.
Wat ik heel gaaf vind, is een muzikanten die zich niet laten remmen door hoe het hoort. En die durven om heel kwetsbaar, dicht bij hun eigen persoon muziek te maken. En dus het gaat toch wel heel erg over contact leggen, verbindingen maken, elkaar wederzijds beïnvloeden en inspireren. En toch niet bang te zijn om buiten de grenzen te kijken. En niet bang te zijn om raar gevonden te worden. Dat is waarom ik muziek maak, geloof ik. Enerzijds omdat ik het heel leuk vind. En omdat het me telkens weer fascineert om weer een stap verder te gaan en meer daarover te leren. Dus dat is gewoon voor mij persoonlijk iets wat zin geeft aan mijn leven. Maar ook omdat ik het belangrijk vind dat we dit doen met z'n allen. Dat we telkens weer proberen verhalen te vertellen op een manier die nieuw is of anders. Of die voor ons betekenis kan hebben. En daar valt dan geen enkele prijs op te plakken. Ik denk dat dat heel zinvol is. Voor ons als individuele mensen, maar ook voor ons in de cultuur. Dat er plekjes hebben waar we afspreken dat we dan samen een spel spelen en dat dat betekenis heeft en dat dat ons verder helpt en dat we ervan groeien als mensen. Speciaal voor iedereen.